Helder, koel en schoon water. Met de komende warme dagen in het verschiet gaan er weer de nodige liters doorheen. Voor het zwembad, de tuin of gewoon dat lekkere glaasje dorstlesser. Maar waar komt dat Maastrichtse drinkwater nou eigenlijk vandaan? En wat gebeurt ermee voor het uit de kraan komt? In Limburg maken we drinkwater van Maaswater en van grondwater. Voor omgeving Maastricht gebruiken we alleen maar grondwater. Dat wordt opgepompt hier rondom deze locatie, dus in Ambi. Maar het wordt ook opgepompt in de buurt van aan de rand van Maastricht, in Heer. En het komt uit Geulen, daar pompen we ook grondwater op. En we pompen nog grondwater op in de buurt van Ulestraten. En dat water dat komt allemaal hier naartoe, naar deze installatie. Het water, dat wel 100 jaar oud kan zijn, komt van 50 meter diep en is daardoor al erg gefilterd. Maar het is ook kalkrijk en dus niet zomaar gelijk te drinken. Vroeger in deze reactoren wordt het water toegevoegd. Daar komt een heel klein kalkkorreltje bij. Wij noemen dat een entkorreltje. En we voegen daar nog kalkmelk aan toe. Daardoor ontstaat een chemisch proces, waardoor de kalk zich bindt aan dat kleine kalkkorreltje en uitgroeit tot een iets grotere korrel. Die halen we eruit. Dat is dus een soort een restproduct. En dat water wat dan uit deze reactoren komt, wordt dan nog een keer gefilterd door middel van zand en antraciet. En dan is het schoon drinkwater. Al met al een hele procedure dus, die ook nog duurzaam is. Want de kalk uit al dat water krijgt een bijzondere bestemming. Enerzijds als endstof, om weer verder water te ontharden. Maar het wordt ook gebruikt als bijvoorbeeld lichtbed voor koeien. Het wordt ook gebruikt in een gezichtsscrub. Het wordt bij de glasproductie gebruikt. Zeg maar, in het zuiveringsproces van drinkwater wordt ongeveer 99,8% van alle reststoffen. En dan moet je denken aan kalk, maar ook ijzer. Dat wordt allemaal hergebruikt. Er gaan bij de installatie heel wat liters doorheen. Gemiddeld gaat hier ongeveer een 2200 kubieke meter schoon drinkwater per uur de deur uit. Dus dat is 2.200.000 liter water per uur. Lekker schoon Maastrichts drinkwater. Een tip voor de vakantieganger die terugkomt. Het water heeft natuurlijk een aantal weken stilgestaan in je leidingssysteem thuis. Het kan zijn dat dat opgewarmd is. En daarom is het altijd goed om als je thuis komt eventjes 2 minuten alle kranen door te laten lopen. Dat water hoef je ook niet weg te laten lopen. Vang dat op en je kunt je planten daar water mee geven.